Soms wordt je levenspad je verteld in een droom. Langzaam worden vage beelden helderder en vormt zich het verhaal. Dit is ons verhaal. Je kunt natuurlijk over je leven blijven dromen, maar wij wilden zien of het zou lukken om onze droom werkelijk te gaan beleven. Voor avontuur. Mei 2018 was de eerste dag van ons andere leven. Een jaar ervoor hadden we de campertruck zien staan, geparkeerd langs de kant van de weg. Het toeval wil dat Justin nog geen 3 maanden ervoor zijn vrachtwagenrijbewijs had behaald om ooit een rondreis met een grote campertruck te gaan maken. Toen op een regenachtige avond we plotseling deze fantastische machine zagen, wisten we direct, dit is hem. Het voertuig was toen nog van een andere Nederlandse familie die juist dat weekend op wereldreis ging vertrekken. We hielden contact op Facebook. En toen ze na 9 maanden besloten om terug te keren naar Nederland, kwam de campertruck weer terug op ons pad. We vonden dat het universum nu wel voldoende hints aan ons had gegeven. Dit moest zo zijn. We kwamen al gauw tot overeenstemming met de verkopers en maakten onze droomaankoop. Nadat de wagen schoongemaakt, onderhouden en APK gekeurd was, begonnen we aan onze eerste proefnacht. Een weekend naar het Haagse Zuiderstrand, waar toevallig de 2018 editie van SAIL plaatsvond. Er waren veel verschillende activiteiten, demonstraties van nieuwe technieken voor wereldreizigers en Els kon in virtual reality oefenen met vrachtwagenrijden. Na 2 overnachtingen hadden we een mooi wensenlijstje opgesteld met verbeteringen en spulletjes om aan te schaffen. De eerste test was geslaagd. Veiligheid gaat voor alles als we echt op reis zouden gaan door verschillende landen. Waarbij we vooral op ongewone plekken wilden overnachten, moesten we onze kinderen ook trainen wat te doen bij onraad. Heel belangrijk, hè? Je stem is een heel belangrijk wapen. Naar beneden. Ja? Hou je vast. Gaan we nog een keertje draaien? Krav Maga Lessen voor Kids is voor ons een zeer effectieve workshop geweest om onze kinderen te leren zich bewust te zijn van de omgeving. Hoe moet je schreeuwen en kan je vluchten bij onraad? Maar ook wat te doen als dat allemaal niet helpt. Ik wil die tas, hier die tas. Hoe breng je jezelf dan zo vlug mogelijk in veiligheid? Oké, heel goed, goed gedaan. Wat ik net op de kussen voelde, hè? Ah, goed zo. En wat zeg je dan? En na dat knietje,
hard ren je weg? Nee, ik hoor je niet, hè? Ga je wachten of ren je wel weg? Oké, dan gaan we nog en dan de spannendste opgave. Wat zouden die grote jongens nou van me doen? Zomervakantie 2018. We zijn klaar voor onze eerste reis. Het doel is om een rondreis door Denemarken te maken. We kiezen voor eenvoud als voorbereiding op langere reizen. We gebruiken de komende 3 weken om te besluiten of dit voertuig als thuis zou kunnen gaan voelen. Ondanks de grote motor gelijk achter onze cabine, is het geluidsniveau aangenaam. We kunnen zonder moeite met elkaar spreken en zitten met z'n allen op de eerste rij. Dit was een van de absolute eisen bij het kopen van een camper. We wilden niet dat onze kinderen de ervaringen van het reizen zouden missen, omdat ze alleen uit een zijraam zouden kunnen kijken of langs de voorstoelen tegen onze rug. Met deze oplossing is de beleving voor iedereen onderweg optimaal. Onze eerste stop was bij vrienden op de boerderij. Een groot stuk land met van alles te beleven. Een moestuin om je eigen avondeten te verzamelen, een trampoline voor de kinderen en dieren om te voeren. En natuurlijk moest er gewerkt worden. Na 2 nachten op de boerderij wilden we de volgende dag al een flink stuk in de richting van Denemarken zijn. We reden voorbij de uitgestrekte havens van Hamburg en door tot aan het noorden van Duitsland. Oldenzwart. Op het puntje van de dijk genoten we van de zonsondergang. Morgen zouden we Denemarken inrijden.